Hi. Nou, ik denk ik ben al even uit de lucht. En ik zal eens even verklaren waarom. Want je hebt van die embarrassing moments in your life. Zo kwam het dat Ver en ik gezellig op Ibiza waren. Ja, waren we er nog maar. En dat ik al de hele week roep, of eigenlijk roep ik het al jaren. Ik wil suppen, ik wil suppen leren. En dan ver, ja, leuk. Nou ja, wat is. Het? Eerst, eerst vind je het stom. En dan zie je mensen het doen. En dan denk je, oh, dat lijkt me helemaal top. Daar kan ik natuurlijk helemaal mijn koor mee aanspannen. En dan kan ik helemaal lekker shine. En lekker bronzeren op dat water. Dus ik zag ineens dat ze dat bij ons hotel deden. Nou, ik zeg: Kom, schat, we gaan suppen. Nee, zegt hij: Laten we dat maar niet doen. Nou, ik denk: We gaan toch. Ik zeg: Kom op, schat, 5 euro en onze kop niet kosten en dan gaan we suppen. Nou, je begrijpt wie de star is meteen op dat subbord wegschiet. En die zit bijna op, uh, op teren. En ik blijf nog braaf even in het baadje rond suppen op mijn knietjes en staan. En, want ik denk, oh, hoe komt moeders weer op dat bord als ze eraf stort? Nou, dat bleek dus ook, want ik stort in het aanschijn van iedereen... Van dat subbord af. En ik kwam er nooit meer op. Want dat subbord was weg. Dus ik moest als een razende achter dat subbord aanzwemmen. Want ik had niet zo'n ketting om mijn benen. Dus ik weer terug met dat bord. Toen ik eindelijk mijn bord had. Ik zeg: Ik wil ook zo'n ketting om mijn benen. Want mijn bord gaat er vandoor. Nou, ik doe dat ketting om mijn benen. Ik sta helemaal happy. De Peppy op mijn oranje bikini. Op mijn subbord. Helemaal happy te wezen. Maar het was nogal druk in de baai. Dus. Uh, ik kijk naar ver, nou die is dus halverwege voor mijn Ik denk, schat, schat, denk om je factor 50. Maar die hoort me niet. En ik kijk dus om terwijl er iemand langs komt surfen hard. En die raakt, die raakt me bijna. En uh, ik heb het dus niet door, maar dat, die golf maakt een slag. En dat surfboard maakt een slag. En die draait werkelijk, die draait werkelijk om. En ik maak een salto. En ik klap met mijn borst op de punt van de surfplank. Helemaal ingedrukte borstkas. En ik lag daar, zeg maar, een soort, soort als een walvis naar lucht te happen. En ik denk: niemand kon mij redden. Want er kwam was gewoon niemand. En die surfer was weg en iedereen was weg. Dus ik klamp me vast aan mijn surfplank. Ik sleep mezelf naar de kant. Mijn borstkas plopte weer uit. En ik had weer een beetje lucht. Nou, dat was het dus. Toen kwam terug en niemand, niemand had door dat ik daar aan land gekropen. Zo gebeurt dat als je op je 61e dus denkt dat je 16 bent. Ja, er gebeuren juist niet altijd leuke dingen in mijn leven. Dus dat wil ik even kwijt. Want uh, morgen had ik een superleuke vlucht. En we gingen naar Muscat en we gingen, we gingen met de crew. Hadden ze leuke plannen met, met, met jeeps door de, door, door de jungle, wil ik zeggen. Door de woestijn en er in tenten slapen. Alles leuk. En ik dacht, ik ga het doen. Ik ben niet ziek. Ik mankeer niks. Ik neem APC. Ik voel niks. Maar ondertussen ga je kapot. Je kan niet draaien en je kan niks. En de dokter zegt: ja, of het gebroken is of zo. Dat weet ik niet. Uh, maar dat maakt ook niet uit, want we doen er niks aan en het kan zomaar twee maanden duren. Ik denk twee maanden? Ik zeg twee uur vind ik al te veel. Maar ik ben dus gecrashed. Dus nu zit ik op mijn bank. Maar toen kwam er vanmorgen, kijk, kwam een nieuwe pak van Reinders. Nou is het niet enig, kijk nou met zo'n ding dat je lekker warme handjes hebt als je zere schouders hebt. En uh, het is een heel pak, kijk. Nou, word je toch weer vrolijk van? Dan denk ik, de zon schijnt ook voor mij mensen. Laten we gewoon vrolijk doorgaan. En nou ga ik maar een beetje wandelen buiten met mijn arm in mijn zak zo. Dat ik wel een beetje wat doe. Want ik word gek, jongens, van het niks doen. Ah fijn, daar was ik dus gebleven. Dus als jullie denken: waar is ze? Daar is ze. Op de bank met een zeer schoudertje. Ja, erg hè. Dus de les van vandaag. Als je 61 bent, denk nooit dat je 16 bent.